Sportscholen omzeilen de regels door de buitenlucht op te zoeken. Provincie wil miljoen voor vrije tijdsector. En attractiepark Drouw aan de Zand test coronamaatregelen met publiek. Binnensporten mag nog niet, maar buitensporten mag sinds 11 mei wel. En daar springen sportscholen in Drenthe handig op in. Zoals Atlas Sport in de wijk. Nou, wij hoorden inderdaad dat wij niet open mochten per 1 juni, wat we eigenlijk wel verwacht hadden. En toen waren we wel boos in eerste instantie. Want het zet echt je bedrijf op het spel. Je weet niet of je nog toekomst hebt, want je weet ook niet of je per september alsnog open mag. Dus nou, boos waren we zeker. Daar hebben we een dag aan besteed ongeveer. En toen hebben we gezegd van nou, ja, daar komen we ook niet verder mee. Dus we gaan maar kijken wat er wel kan. En het bleek dat je gewoon buiten kunt sporten. Dus toen zijn we daar voor gegaan. We hebben de sportschool redelijk leeggetrokken inderdaad. De gewone sportschool, daar staat niet veel meer in. We hebben heel veel spullen hebben in de sporthal gezet, zodat we het heel makkelijk de parkeerplaats op kunnen brengen. En daar zetten we ochtends spullen neer, kunnen mensen sporten en we bieden daar groepslessen aan. Bij het sport- en voedingscentrum in Assen ging het zelfs nog even gekker. Eigenaar Niels Doorduin liet een paar kuub zand komen om de buitensportschool te funderen. Maar hij had niet zo'n mooie parkeerplaats als in de wijk. Dus moest hij creatief zijn. Ja, dat is mooi. Het is onze tuin. Dus ik vertelde net al even kort. Op de zaterdag moest ik halverwege Nederland die stretchtent ophalen. Want dat was ook nog een heel gedoe. En in datzelfde tijdstip kwamen hier de bulldozers binnen. Werd er 6 kuub zand neergelegd. En ik zag per FaceTime gesprek het gezicht van mijn vrouw wit te worden. Uiteindelijk is het iets prachtigs geworden, maar oh man, dat was wel echt een dingetje. Mensen zijn blij dat ze weer gewoon lekker kunnen sporten en veel spierpijn hoor ik ook. Een beetje prediken voor eigen parochie, maar 2 keer in de week functioneel trainen zou eigenlijk ieder mens gewoon moeten doen. Het is goed voor je, komen allemaal positieve hormonen komen er vrij. Je ziet dat mensen van pandjes afgaan, je ziet mooie dingen gebeuren. Maar we hopen wel dat er binnenkort een besluit komt dat we toch gewoon per 1 juni open kunnen. En dan zal dat vast met maatregelen zijn, dat is ook prima. Maar we hopen wel dat we dan gewoon weer aan de slag kunnen. Gedeputeerde staten willen 1 miljoen investeren in de Drentse vrije tijdsector. Door de coronacrisis moeten campinghouders, restauranteigenaren en andere ondernemers in deze sector aanpassingen doen om toeristen te kunnen ontvangen. Via een snel loket kunnen zij straks subsidie aanvragen voor de kosten die zij daarvoor maken, tot maximaal €2.500. Ook ondernemers die al geïnvesteerd hebben, kunnen er nog aanspraak op maken. Als de staten woensdag akkoord gaan, kan het loket eind deze maand open. Midden in het tuintje van mijn oude malle oom. Zangduo Ellie en Rickert heeft gisteravond na een carrière van ruim 50 jaar afscheid van het podium genomen. Dat gebeurde via een livestream vanuit een theater in Nunspeet. Vanwege het coronavirus mocht er geen publiek bij aanwezig zijn. Toch zagen ruim 5000 mensen het duo uit Vledderveen op internet schitteren. De carrière van Ellie en Rickert begon in de jaren 60. Toen ze elkaar ontmoetten in Amsterdam. Ze scoorden in die periode de hit Meester Prikkebeen met Boudewijn de Groot. Halverwege de jaren 70 bekeerde het duo zich tot het christendom en ging het christelijke liedjes maken. Goedemorgen. Fijn dat je ons even met de tanden helpt. Ja hoor. Super, dank u wel. Okay. Attractiepark Drouw aan de Zand wil volgende week weer open en houdt daarom testdagen. 250 bezoekers zijn uitgenodigd. Een leuk uitje, maar ze zijn er om te testen of alle coronamaatregelen goed werken. Het is straks de bedoeling dat jullie alleen in de blauwe bakjes gaan zitten, zodat we de 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Als jullie straks naar binnen lopen, wil ik jullie vragen om de pijlen te volgen en vanuit die pijlen, vanuit die cirkel, de kortste route te nemen. Heel belangrijk is hoeveel mensen kun je überhaupt toelaten. Parkeren is normaliter met muntje, wat dan ook, ja, dat kan ook niet meer. Maar je moet uitkijken dat je natuurlijk niet direct met te veel mensen begint. Dat je niet in de val loopt, dat je 1 keer te veel hebt en dat je problemen krijgt. Want ik zou niet willen dat hier 50 besmettingen wegkomen. De kinderen nemen het ervan en voor volwassenen is het een dag van afwachten hoe het gaat. Ik vond het wel spannend eerlijk gezegd. Het is het eerste uitje met ons kleintje sinds de lockdown, zal ik maar zeggen.
En kijken hoe onze kleine vooral reageert op afstand houden als ze enthousiast worden. Dat is dus een mooie oefening. Want houden kinderen zich wel aan de looplijnen en de opstelvakken voor de attracties? En wat doen volwassenen? En wie hoort bij wie? Maar dat is voor ons nog moeilijk om dat te bekijken van wat is nou familie en wat is nou wel een gezin, zeg maar. En wat is nou geen gezin. En je zou misschien met bandjes kunnen werken van een bepaalde kleur of zo, dat je kunt zien dat het bij elkaar past of wat dan ook. Maar dat is op dit moment heb ik dat nog niet. Het attractiepark doet zijn best om het goed te doen. En de bezoekers van vandaag, die hebben alle begrip voor de situatie. Het was natuurlijk altijd heel erg druk. Nu niet. En het is, dat moeten we gewoon met elkaar even doen. En we moeten bewust blijven dat er ook van die kleine dingen ook te genieten is. Kaartjes moeten online besteld worden. En dan kan het park vanaf zaterdag proberen nog iets van het seizoen te maken. Mountainbiker Ramses Bekkink is er niet in geslaagd om zijn monstertocht over 750 kilometer door Drenthe te volbrengen. Afgelopen nacht staakte hij in Schoonlo, na bijna 41 uur fietsen, de strijd vanwege vermoeidheid en kou. De mountainbiker uit Alkmaar moest toen nog 50 kilometer fietsen tot de finish in Dwingelo. Bekkink was donderdagochtend begonnen aan zijn tocht. Onder de noemer 75-1 Challenge reed hij 3 bestaande mountainbike routes achter elkaar. Na de Badje 200 en de Drenthe 200 werd het hem in de finale van de Hunebedden 350 te veel. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Bij een zwakke wind uit het westen daalt de temperatuur tot zo'n 4 graden. Morgen is het droog en vrij zonnig. Het wordt zo'n 17 graden bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de dagen erna neemt de temperatuur verder toe en is de zon regelmatig te zien. Maandag wordt het al zo'n 19 graden, op dinsdag en woensdag kan de temperatuur zelfs stijgen tot 22 graden. Heerlijk lenteweer. Dit was Drenthe Nu. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.